Grain Tower. Ja. Dit is het soort toren wat je dus op allerlei plekken rond de Engelse kust hebt, hè? Maar niet uit de tijd van de ruiter, niet uit de 17e eeuw. Deze is 19e eeuw. 19e eeuw, ja. En die heb je dus overal om die ketting aan te bevestigen. Ja. Stevig, ik had het idee, zo'n ketting vaar je even door. Kan toch niet zo moeilijk zijn? Dit vaar je niet zomaar door, nee. Dat is, Maar verderop lag dus de ketting bij Gillingham uit de 17e eeuw, uit ons verhaal van Chatham. En die was natuurlijk bedoeld om schepen tegen te houden. Deze ook, alleen veel later. Deze eigenlijk altijd. Riviermond afsluiten. Ja. Iedereen op school heeft geleerd dat verhaal over de ketting is doorgevaren door... niet door de ruiter, niet door Van Gent, maar door Jan van Brakel. Jan van Brakel, ja. Er gaan veel verhalen over die ketting. Maar twee zijn het meest waarschijnlijk. Eén versie is dat de ketting gewoon is losgemaakt en is gezonken. Maar de meest tot de verbeelding sprekende versie is dat de ketting is doorgevaren. Kijk, die ketting die lag over de Medway. Maar het was natuurlijk een ontzettend lange, zware ketting. Dus die werd op allerlei plekken, waarschijnlijk werd die ondersteund met vlotjes. Nou is er ook een versie van het verhaal dat we hem niet doorgevaren hebben, maar dat we er gewoon overheen gevaren zijn. Hij zakte echt naar de bodem omdat ze de pontjes eronder hebben getrokken, hè? De vlotten. Ja. We weten het eigenlijk niet.